Yo, Knijs. Het is al een tijdje geleden dat ik gewoon even een praatvideo zoals dit heb gemaakt voor jullie. Luister. Zet je in je agenda voor 30 september. Want dat is over 2 dagen al. Waarom dat ik dit nu pas doe, deze video maken voor jullie, is omdat ik dan de laatste livestream op TikTok ga doen. Voor de rest van het komende jaar. Misschien dat ik volgend jaar weer verder ga met streamen op TikTok. Maar dat weet ik nog niet zeker. En ik ga daarna op vakantie. Dat gaat niet betekenen dat ik niet met YouTube en of Twitch ga stoppen. Nee, ik ga gewoon voor YouTube ga ik gewoon verder, maar dan in het buitenland. Ja, ik had dit al van tevoren eigenlijk al bedacht en ik wou het op last minute vertellen. Maar ik ga nog niet vertellen waar ik naartoe ga. Tenzij dat je het al weet. Als ik kijk gezien waar ik naartoe ga, want ik heb het ook op Twitch en op TikTok verteld waar ik naartoe ga. Please, ga het niet snitchen voor ook de anderen. En ik ga denk ik ook straks na deze opnames ga ik nog een opname doen, maar niet zomaar een opname. Nee, want ik heb wat klaar liggen en dat ga ik ook zometeen nog opnemen. Ik kan alvast een hint geven. Het is een nummer. Ja. Maar als het is opgevallen voor jullie, heb ik mijn laptop weer terug. En ja, die gaat misschien mee naar het buitenland. Want ik zou eigenlijk eerder deze maand zou ik naar Schotland zijn gegaan. Maar dat ging niet door. Dus ben ik maar in Nederland gebleven. En ik had nog geen vakantie gehad. Dus ja. Vandaar dat ik ook naar het buitenland de andere kant op ga. Echt helemaal richting voorbij Duitsland. Ja. Even kijken. Ja. Ik had eigenlijk een ander nummer in gedachten om zo meteen te gaan op te nemen, maar dat ging ik maar beter niet doen. Voor de rest heb ik eigenlijk niet veel te vertellen voor deze video, maar ik heb trouwens 4 nieuwe Pokémon-kaarten. Ja, en dat doe ik ook maar gelijk in deze video. Het zijn de McDonald's kaarten van Pokémon. Ja, ze behoren tot de McDonald's set. En dat is maar een heel klein setje van 15 kaarten. En ik heb er heel toevallig er al 4 van deze set. Een Rowlet, een Dynamo, Lapras en een Beware. Dit zijn de 4 kaarten. Heb ik ze gelijk allemaal in één keer gedaan. En nu dat ik toch even hier zo ook voor jullie even zet. Hebben jullie zich gewoon al geabonneerd op mijn YouTube kanaal? En volgen jullie me gewoon ook op TikTok? Want daar ben ik ook vaak te vinden. Ook als livestream. En volg me ook even op Twitch. Dat zou ik ook leuk vinden. Ja. Tot de volgende video. Adios.